Ik ben Bibi Trompetter van Foamlab 2013. Foamlab is het jonge broertje of zusje van Foam van het Filmmuseum Amsterdam. En het is een groep van rond de 8 jongeren, dit jaar zijn we met z'n 7, die multidisciplinaire evenementen organiseert voor hun eigen doelgroep. Dus de leeftijd van 18 tot 35 jaar. En vanavond organiseren wij Egosfeer. En dat is een evenement dat draait om het individu en het collectief. En hoe je je beweegt tussen meerdere mensen. Op de begaande grond hebben we de Exactitudes, die over hun fotografie praat en mensen uitdaagt na te denken over individuen in de samenleving. In Tuinzaal 2 vertonen we de film A Twist in the Fabric of Space, die eigenlijk de verhouding tussen mens en individuen en collectieven laat zien. In Tuinzaal 3 hebben we een wachtkamer gecreëerd waar verschillende schrijvers en columnisten stukken voorlezen uit hun eigen werk. Als je uit die wachtkamer komt, word je meegenomen een fotostraat in waar je een portret krijgt. Krijg je een jasje aan en wordt je make-up gedaan, wordt eigenlijk de perfecte portretfoto van je gemaakt. Daarnaast is er in die zaal een dans van Nizayu. Die geeft 2 optredens. Het is een soort interactief optreden, heel dicht met het publiek. Er wordt een rondleiding gegeven door de tentoonstelling T van Koos Breukel en Roy Videfoy door 2 antropologen, Francio Guadeloupe en Marijn Kraak. En zij geven eigenlijk een andere blik op de tentoonstelling. Die tentoonstelling gaat over een hele afgesloten samenleving in Papua. En daar geven zij eigenlijk een antropologische blik op. Van Fototown georganiseerd. Hiervoor hebben wij 6 fotografen uitgenodigd om te komen vertellen over hun werk. Zij zullen ook op Fototown een stand krijgen. Fototown, ons volgende evenement, zal plaatsvinden op 13 juli. Hier krijgen dus 25 fotografen de kans om hun werk te laten zien en te verkopen. We hebben deze 6 fotografen benaderd voor de kick-off van Fototown om de bezoekers al een idee te geven van de kwaliteit en de diversiteit die er zou zijn op Fototown, die op 13 juli zal plaatsvinden. We hebben 6 diverse fotografen hiervoor uitgekozen. Allemaal met een andere smaak, een stijl, een richting en een manier van kijken. We hebben Rijn Jansen uitgenodigd, Sabrina Scarpa, Sanja Marusik, Sander Dekker, Esther de Boer, Dimitri Valentijn. Via deze avond wilden wij hun ook een podium bieden om hun werk te laten zien, over hun werk te vertellen en dat het publiek ook het verhaal achter hun fotografie te horen zou krijgen. De winnaar van vanavond die het publiek heeft gekozen zal Foamlab in aanloop naar Fototown extra belichten in de media. Marloes van Foamlab. We staan hier op ons derde evenement, Fototown. Het is een markt waarbij fotografie natuurlijk centraal staat. En door middel van 25 jonge fotografen, die verkopen hier hun werk. Die fotografen staan hier niet zomaar, die hebben wij met Foamlab geselecteerd. Dus er is een hele grote wedstrijd aan vooraf gegaan. En de kwaliteit vind je hier meteen terug. Ze zijn allemaal jong, ondernemend, enthousiast en verkopen heel divers werk. Daarbij verkopen ze hun werk tegen lage prijzen. Maar vooral 1 is laag, want ze moesten allemaal 1 werk selecteren, de labprint. En die verkopen ze voor 25 euro.
Onze printer loopt als een dolle. Het gaat hartstikke goed. We zitten bijna aan de 100 labprints. We zitten al over de 1000 bezoekers. En wat er hier gebeurt, waarom ook iedereen hier is, is niet alleen maar het kopen van fotografie. We hebben ook heel veel andere dingen te doen. We hebben fotografie gerelateerde activiteiten, zoals paardenkracht stond hier net en die zijn net naar huis, maar dat was heel leuk. We hebben Academie Imagie, die doen allemaal workshops met fotografie. We hebben de nostalgische fotograaf, die gebruik maakt van een hele ouderwetse camera. Wat we hier ook nog hadden vanmiddag was een portfolio stand. Kim Knopper zat achter de tafel en zij adviseerde jonge makers die een portfolio presenteerden. En er zijn best wel wat mensen langsgekomen met hun werk. Dus het was heel toevoegend en past heel goed binnen, binnen ons Fototown. Want jong talent staat centraal. En behalve de 25 stands met jonge fotografen vonden we het ook heel leuk om andere mensen een kans te geven om hier te laten zien wat ze kunnen en maken. Het leukste compliment dat we vandaag hebben gekregen, althans ik had gekregen van iemand, was dat diegene zei hoeveelste editie dit eigenlijk was van Fototown. Wat eigenlijk impliceert dat het dus blijkbaar heel goed eruit ziet. Dus toen heb ik gezegd dat het eerste was en diegene vroeg me alsjeblieft dit nog vaker te organiseren. Nou, ik ben Jessie. Ik ben dit jaar onderdeel van Foamlab. Dit is ons vierde evenement en heel speciaal. Want het is op vochteiland Pampus. En het is ook nog 's avonds. Dus het is heeft een hele spannende sfeer hier. We zijn dit jaar onderdeel van Photo Week met het thema familie. Dus we hebben eigenlijk in eerste instantie samenwerking zijn we aangegaan met een schrijfster en een regisseur. Ellie Schelen en Carlijn Kistenmaker. Zij hebben met ons een familieverhaal ontwikkeld, wat over een bruidspaar gaat, over een bruiloft. En dat speelt zich hier af. De regisseur heeft met 3 acteurs heeft ze allerlei scènes gemaakt die zich afspeelden op de boot hier naartoe en in het fort zelf. Waar mensen ook aanwijzingen kunnen krijgen over het verhaal. En verder hebben we allerlei samenwerkingen met Anne-Claire de Breij. Die heeft voor ons hele speciale voor ons foto's gemaakt. Een geweldige expositie die is hier te zien. En zij maakt op deze avond zelf ook portretfoto's, familiefoto's van de bezoekers. Verder hebben we de verhalenjongens, ze noemen wij ze, maar ze heet eigenlijk A Blow of Mind. Die hebben allerlei korte verhalen die ze zelf hebben geschreven, die ze vertellen aan de bezoekers. En voor de rest is er de Blue Room, een speciale bruidskamer. Waar het bruidspaar de dans is begonnen en waar verschillende optredens zijn geweest. Onder andere van Woody Veneman en Lost Cabin, een hele leuke band. En even kijken, ja, er gebeurt echt van alles in het fort. Het is, gedeeltes zijn belicht, maar er zijn ook heel veel donkere, enge plekken. Waar mensen gewoon met kleine zaklampjes doorheen moeten gaan. En ja, dat is een beetje het verhaal van Pampus. Ik ben Sophie van Foamlab en we zijn nu in Amsterdam-Noord bij Plek, waar we ons evenement Barter hebben gehouden. Barter is eigenlijk een veiling zonder geld. Barter betekent ruilhandel en dat is eigenlijk wat we deze avond ook hebben geprobeerd te doen en wat helemaal is gelukt. We hadden 16 fotografen, 16 werken hebben wij geselecteerd van tevoren en elke fotograaf moest een verlanglijstje maken, een barterlist. En in de barterlist stond wat hij graag wilde hebben in ruil voor zijn fotoprint. En dat kon eigenlijk alles zijn, behalve geld. En uiteindelijk hebben we dus al deze 16 werken vanavond geveild voor tegenprestaties. Er waren tegenprestaties zoals het laten zetten van een tatoeage, expositieruimtes, koken voor mensen, echt heel veel om op te noemen. Voor de veiling hadden we ook randprogrammering van Fotolab Kiki.
Daar konden mensen op foto gaan met hun bot. Dat konden ze bij de fotografen ophangen, zodat de fotografen konden zien wat er allemaal werd geboden. Daarnaast was er ook nog van Connected. Hadden wij een stand en de artsen, daar liepen Connected artsen rond. En die konden heel erg helpen bij je skills. En als je niet precies wist wat je kon veilen. Nou, Barter was ons allerlaatste Foamlab evenement. Het is nu december. Top wij ermee. We zijn in januari begonnen en nu december ons allerlaatste evenement. Maar het was echt een heel geslaagd jaar uiteindelijk met 5 hele uiteenlopende evenementen. En, waar we gewoon echt super blij op terugkijken.